Iedereen kan een beslissing nemen. Iedereen die wil, mag komen drinken gratis van het water dat eeuwig leven geeft. 2. Werd in een zee van vuur gegooid. Kies voor het leven. Kies voor jullie toekomst. En voor de toekomst van je kinderen. Degenen wiens zonden zijn vergeven gaan naar de hemel. Maar degenen van wie de zonden niet zijn vergeven, zullen in het vuurmeer worden gegooid. Het heeft niets te maken met rijkdom, roem, macht of religie. Wat zou jij kiezen? Je moet het koninkrijk der hemelen kiezen en gered worden van de hel. Iedereen die in hem gelooft, zal voor altijd leven. God bracht zelf een offer en bereidde de weg naar de hemel voor. Al uw vroegere, huidige en toekomstige zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus Christus. Als je oprecht gelooft dat je zonden zijn weggenomen en vergeven, bid dan als volgt. Nu heb je het koninkrijk der hemelen gekozen. Almachtige God, ik ben een zondaar. Ik weet nu dat God in het vlees in de wereld kwam, voor mij stierf, aan het kruis en weer opstond. En ik weet nu ook dat al mijn zonden vergeven zijn door zijn kostbaar bloed. Ik ontvang u als mijn Heer en Verlosser. Kom in mijn hart en red mijn ziel. Bedankt dat je me uit de hel hebt gered. Vanaf nu wil ik naar uw woord leven. In Jezus' naam, amen.